Een goede samenvatting maken. Hoe doe je dat? Als je een samenvatting moet maken, worden er altijd punten gevraagd die in jouw samenvatting moeten zitten. Nu wordt het tijd om die punten te gaan zoeken in de tekst. Zie je de punten? Onderstreep de zinnen. En zet het nummer van het punt in de kantlijn. Nu weet je precies of je alles hebt gehad. Als je alle punten hebt opgeschreven, maak je een goed lopend verhaal. Hoe doe je dit? Door zinnen in te korten of zinnen samen te voegen. Maar let op, geen telegramstijl. Check eventjes of je alle punten hebt gebruikt. Ben je klaar? Lees het verhaaltje even na en haal de fouten eruit. Hoe minder fouten, hoe beter. Tel het aantal woorden. Oké, toegegeven, het kost even tijd, het is saai, maar een eis is dat je niet te veel of te weinig woorden gebruikt. Dat kost je punten, zonder om die weg te gooien. Yes, klaar! Wacht even. Als je denkt dat je klaar bent, moet het nog wel eventjes in het net worden geschreven. Want ja, hoe slordiger, hoe minder punten. Ik kan net even een verschil maken tussen een goed en iets minder goed cijfer. Oké, nu moet het lukken met deze top 5 van de samenvatting. Dan krijg je vast een beter cijfer. Succes trouwens!